De Egido-beurs, die van 6 tot 8 april is gehouden, was ook dit jaar succesvol. Net als vorig jaar is deze beurs bij de Meerzorg Sportbond in Komwijnen gehouden. Deze economische activiteit biedt elk jaar weer kleine ondernemers de mogelijkheid hun producten en diensten te promoten. De ondernemers komen uit de sierbloemen- en fruitteelt, visverwerking, aquacultuur, natuurgeneeskunde, massage, manicure en pedicure. Ook de ministeries van Handel, Industrie en Toerisme en Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben geparticipeerd aan de beurs. Terwijl HINT sessies hield over het schrijven van een businessplan, verschaft LVV informatie over landbouw en veeteelt. Ondernemers van zowel Komwijnen als Zwanica, Para en Brokopondo hebben alle 3 dagen volop geparticipeerd.